heeft natuurlijk op 28 juni een uitspraak gedaan in een procedure die wij hebben aangespannen tegen deze verzekeraar. En feitelijk geeft de rechtbank aan dat wij een correct punt hebben met onze aan- en verkoopkosten. Die hebben we ingevoerd. De beleggingskosten en de overlijdensrisicoverzekering. En die drie componenten zorgen voor schade bij onze achterban. We hebben daarnaast ook nog meegenomen het crashrisico, een vrij technisch verhaal. En ook nog iets over een meetkundig en rekenkundig rendement. Hè. Dus laten we zeggen, vijf componenten hebben we opgevoerd in de procedure. Waarvan de rechtbank nu zegt aan verkoopkosten ja, beleggingskosten ja en overlijdensrisicoverzekering ook ja. Ja. En wat we nu zien bij Aegon is dat Aegon afgelopen week is begonnen met haar achterban te compenseren voor het overlijdensrisicogedeelte. Dat hebben ze al een keer eerder gedaan, een paar jaar eerder gedaan. Maar nu gaat er nog een grote groep mee. Die krijgen dus een compensatie voor de overlijdensrisicoverzekering. Dat is natuurlijk op zich goed nieuws. Hè, wat betekent dat mensen nu eigenlijk toch nu een vorm van compensatie krijgen. Alleen wij zeggen, als we kijken naar de uitspraak van de rechtbank, ja, dan missen we dus de aan- en verkoopkosten, we missen de beleggingskosten en de twee punten waar de rechtbank ons niet in het gelijk heeft gesteld. Ja, dat maakt alles bij elkaar dat we hebben gezegd, nou, we gaan gewoon in hoger beroep, omdat wij feitelijk ja, laten we zeggen, voor de hoofdprijs gaan en niet voor ja, laten we zeggen, een klein cadeautje van misschien 10% van de schade. Hè? Okay. Als ik even mag samenvatten, dan zegt u, Aegon doet niet volledig wat de rechter heeft gezegd. En bovendien heeft de rechter ons niet op alle punten gelijk gegeven. Dus we gaan meteen een hele nieuwe gang maken. Nou ja, dat heb je heel kort geformuleerd, maar dat is op zich heel correct. Ja, we zien dat er niet uitvoering gegeven wordt aan de uitspraak. En de rechtbank heeft ook een aantal punten afgewezen. Nou, dan kunnen we beter maar zeggen, we hebben alles bij elkaar gepakt en gezegd van, nou, we gaan gewoon een hoger beroep. Nou, we moeten binnen 3 maanden moeten we opstarten. Dus ja, dat betekent dat we nu aan het voorbereiden zijn om de rechtbank te informeren en straks ook formeel Aegon. Maar dit gaat weer jaren duren. Ja, maar dit, ja, eigenlijk wisten we dit wel. Kijk, we hebben het in andere affaires ook gezien. Hè. In de aandelenlease-affaire hebben we gezien dat je uiteindelijk moet procederen tot aan de Hoge Raad. Dat is nou helemaal zo. De verzekeringssector, behalve Allianz Verzekering, die hebben in Nederland dan wel eind juni een hele grote schikking getroffen met ons. Maar over het algemeen kan je stellen dat de verzekeringssector, banken en verzekeraars, als ze iets tegenkomen wat ze niet zint, dan procederen ze het aan de Hoge Raad. En over het algemeen ja, hebben ze daar best voordelen aan, want heel veel gedupeerden vallen gewoon af. Hè? Ja. De hele Boekenpolsaffaire zien we dat zeg maar 4% van alle gedupeerden is ergens bij aangesloten. Nou, het merendeel bij ons, maar dat maakt even niet uit. Hè? Maar 4% van de gedupeerden is actief, heeft iets gedaan. En 96% van alle gedupeerden heeft niets gedaan. Nou, en die tijd is dikwijls in het voordeel van verzekeraars en banken. Maar uiteindelijk zie je ook dat zie je ook in de aandelenlease-affaire, uiteindelijk verliezen de verzekeraars en banken wel. Hè. Dus wij zijn absoluut van overtuigd dat we die zaak gaan winnen. Mm-hmm. We weten natuurlijk nu niet voor welke bedragen. En we weten ook nog niet voor hoeveel mensen. Ja, want welk bedrag wilt u hier nu aan hangen? Ja, kijk, als je gewoon een hele simpele rekensom maakt en je kijkt hoeveel Polsen Aegon heeft verkocht. Hè, en Aegon zou dat moeten compenseren wat wij vinden wat de schade is. En we hebben daar jaren over gedaan, maar we hebben tot in detail elk dossier weten we wat de schade is. Maar dan zit je op ruim 6 miljard. Hè. Dus als Aegon heel, in theorie, het is een theoretisch verhaal, maar Aegon, ja, iedereen zou moeten compenseren. Stel dat we daartoe in staat zouden zijn, moet je rekenen op 6, 6,5 miljard. Maar Aegon heeft één troost. Hè. 4% van de gedupeerden is aangesloten bij een organisatie die op dit moment procedeert. Dus Aegon, ja, hoeft niet zo ingewikkeld te doen. Aegon kan dat gewoon afwikkelen met onze achterban. En dan sluiten wij onze dossiers. Hmm. Zo simpel is het. U wilt eigenlijk liever praten met Aegon? Nou ja, wij staan altijd open voor een gesprek. Ik bedoel, als Aegon zegt, luister, we willen in gesprek, gaan we in gesprek. We hebben dat met Allianz ook bewezen. We hebben 1,5 jaar mee in gesprek geweest. En uiteindelijk zijn we tot resultaten gekomen. En dat willen we ook met andere verzekeraars. Kijk, we hebben maar één missie. We hebben een achterban. En die achterban kan nog iedere dag uitbreiden. Want mensen zijn nog altijd welkom op onze website. Men kan zich gratis aanmelden en gratis lid worden. De loterij is onder niet, maar wij knokken voor onze achterban. Ik knok niet voor die 4 miljoen gezinnen die zich gedupeerd voelen. Ik knok enkel voor degenen die actief zijn geworden en actief zijn om zich ergens aan te melden. Voor die achterban die vindt dat ze onrecht is aangedaan, daar knokken we voor. En als de rest van Nederland die geen actie heeft ondernomen het prima vindt, ja oké, okay, waarom zouden we ons daar druk om maken? Kijk, als ik mijn garantietermijn van een product laat verlopen, moet ik ook niet ageren tegen de fabrikant. Dat is waar. Ik dank u wel voor de toelichting.